Aanschaaf. Ella. Martin. Hallo. Hallo. Martin, cameraman. Hallo allemaal. We gaan vandaag een klein soepje maken. Want de laatste courgettes zijn geoogst uit de tuin. En het zijn een beetje rare exemplaren. Nou ja, goed, je zou ze in de winkel nooit zo vinden. Maar wij zijn natuurlijk van no waste. Misschien dus wel. We gaan er een soepje van maken. En dat is een lekker receptje wat je makkelijk zo, als je niet zoveel tijd hebt om te koken, kunt maken. En dan heb je toch verse soep. En iedereen vindt het lekker. Dat is ook handig. Kinderen ook en zo. En dan... Zout ga ik ook gebruiken. Maldonzout. Dit is de prijs. Een hele pot vol maldonzout. En hij is voor... Ja, ik had op... Martin heeft hem... Ja, maar ik weet het niet meer. Angelief of zo? Angelief. 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 Je hebt hem gewonnen. Laat even in pp'tje of op Instagram je adres achter. En dan komt hij jouw kant op. Was dat Angelief? Yeah. Ja, Angelief. Volgens mij wel, ja. Ja. En dan gaan we dat zout dus ook gebruiken. Ik ga een deel van de courgette grillen. En het witte deel wat niet zo lekker is gaat in de soep. En ik laat je precies zien hoe het werkt. Oké, we beginnen met de kop en de kont eraf. Dat is niet zo moeilijk. Ik heb ze natuurlijk goed gewassen. Want... Deze is al een beetje bruin aan het eind. Dat moet je er natuurlijk afsnijden. Dat spreekt voor zich. Want er zit altijd een beetje zand aan. Hè? En ook in de winkel ga je ze wassen. Want ze liggen zo in de winkel. En je weet nooit wie daar aan gezeten heeft. Daar moet je niet te veel over nadenken, vind ik altijd. Want anders dan is het helemaal niet meer leuk. De grillpan. Die gaat op ongelooflijk heet. Geen olie in de grillpan, dat heb je vast al eens gehoord. Wordt veel te vet, gewoon. Dus stukjes courgette even met olie bestrijken. En dan is het gewoon vet genoeg. Nou, wat ik altijd doe... Die schillen gaan dus gewoon eraf of zo? Ja, ik... Die eet je niet op. Iedereen heeft natuurlijk, jawel, die eten we wel op. Die gaan we grillen, heb ik net gezegd. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen manier. Maar wat ik wel heb... Wat ik vind, is dat als je niet de schil mee kookt, dan wordt het soepje te bleek. Dus wat doe ik nou? De uiterste schil, zeg maar dit. Dat gaat mee in de soep, want dat maakt die soep groen. Oh. En deze, die mooie met die randjes, die grill je. Oh ja. Die gaan in de pan. Dus echt soepgroente. Ja. Letterlijk. En dan dat midden witte deel. Dat gaat natuurlijk ook in de soep en dat is een beetje zetmeelachtig. Daarom niet een beetje veel dan, vier van die dingen? Nee hoor, oh. Echt niet. Daarom... Weten mensen ook nooit zo goed wat ze daarmee moeten. Maar voor soep is dat juist weer heel geschikt. Oké. Dus die groene, die gaan in de soep. En de rest ga je... Ik moet deze ook krijgen. Die, daar doe je een beetje olie over. Maldonzout. Lekker. Ja. Maldonzout. En peper. En dan leg je ze mooi in de grillpan, zodat je er mooie streepjes op krijgt. Een hele bubje op elkaar? Nee, dat moet eigenlijk niet op elkaar. Het is even een werkje. Maar je gaat er plezier van krijgen, want het brengt dimensie aan je soep. Want zo'n gegrild stukje courgette in je soep. Oh, je doet ze wel weer gewoon in de soep? Ja, daarna doe ik ze weer in de soep. En dan smaakt het toch heel anders dan... Het romige courgette soepje. Nee. Nou kun je zien dat de courgette bijna klaar is, want de streepjes komen er doorheen. Dan ga je hem nog wel eventjes de andere kant geven.
Ondertussen doe ik een liter water in de pan met twee bouillonblokjes. Streepjes koken. Ja. Oké. Nou. Die nog niet helemaal. Maar die wel. Oh ja. Net zoiets bij de biefstukken, zeg maar. Ja. Ondertussen heb ik een liter water gepakt met twee bouillonblokjes. En dan snijden we dit gewoon grof. Niet heel veel aandacht aan te besteden. Het gaat allemaal kapot koken. En dan zet je hem op. Nou, echt 10 minuutjes hoor, hooguit. Dan is het hartstikke gaar. En dan laat ik je zien hoe je hem afmaakt. Kan ik nog even in die pot kijken? Ja, tuurlijk. Deze zijn nu klaar. Die kun je af laten koelen. Oh ja. En dan gooi je de pan op diezelfde pit. En je zet het vuur hoog. En over 10 minuutjes laat ik zien hoe die eruit ziet. Oh. En we gaan hem afmaken. De soep is gaar. Staafmixer. Zo, misschien moet ik anders even... Bekertje crème fraîche heb ik aan bijgevoegd. Aan de andere kant komen kijken. Want ik vind dat lekkerder dan room. Het is minder zwaar. Crème fraîche? En het heeft iets zuurigs en dat past wel bij deze soep. Dan gaat hij hoor. Even herrie maken. Allemaal fijn. Dat vind ik niet lekker bij deze soep. Je krijgt zo'n rolletje erin, hè? Kijk, je krijgt een beetje schuim. Dat vind ik lekker. Dat doen ze ook wel. Cappuccino, dat is natuurlijk weer een beetje overdreven. Maar ik vind het lekker. Dat staat ook mooi. Zien hoe lichtgroen die nu is? Nou is die helemaal fijn. Zal ik hem even op een bordje doen, dan kun je zien hoe je dat leuk presenteert. Er zitten inderdaad een beetje bubbeltjes. Mooi, hè? En? Moet er dan niet iets van een hammetje in of zo? Wat deed je dan altijd? Nee, dat doe ik dus niet. Deze soep is vegetarisch. Je legt zo'n stukje erop. Ja. En dan doe ik een beetje kaas erop. Voor lekker, maar ook voor... Wat is voor kaas? Het gezicht. Dit is feta. Oh. Maar goed, als je een stukje gorgonzola feta wil, dan doe je een stukje gorgonzola hoor. Dat mag ik ook. Ik snap het. Kijk, zo mooi. En nu heb ik dus, ik draai nog een beetje peper eroverheen, maar ik heb een klassieke fout gemaakt. Oh. Die jullie niet moeten maken. Dat is. Ik heb de soep helemaal niet geproefd. Oh jee. Nadat ik hem gemixerd had. Het ene bordje niet pruim is. Ja, dan kun je in dat bordje niet meer zo goed oplossen. Nee. Vies, hè? Nee. Niet vies. Niet vies. Wil je ook proeven? Nou, dat wordt wel lastig zo. Oké. Okay. Ik neem zo'n bordje. Anyhow, ja. Dit is het receptje. Dus echt super simpel. Heb je courgettes over. Kun je lekker zo gebruiken. Dat was het weer. Bedankt allemaal voor het kijken. Morgen staat er iets heel leuks op programma. Dan gaan we dus de appeltaarten opnemen. En dan moet de cameraman dat nog even editen. Dus dat wordt wel donderdag voordat hij erop staat. Maar het gaat gebeuren. Heel leuk dat jullie allemaal zo supportive zijn. Dat doet me echt goed. Annelief heette zij? Nee? Angelief. Angelief, even reageren. Het komt je kant op hoor. Het Maldonzout. En we zijn goed op weg. We hobbelen gewoon door naar de 600. Dus we zijn goed op weg voor de paprika poeder. Als je die wilt hebben, dan hoor ik het graag. Ik denk zelfs dat je twee potjes krijgt. Een pikante en een dolce. Want daar kun je verschillende dingen mee doen. Dus laat maar weten of je het leuk vindt. Bedankt allemaal en tot de volgende keer.